Vandaag laten we een hele dag ons eten bepalen door een andere bankzitter. Alleen weten we niet wie voor wie bepaalt op voorhand. En dat levert dan dus de volgende hilarische reportage op. Oké, mensen, ik woon dus in een dorp waar je niet echt wat kan bestellen. Je hebt volgens mij 2 pizzeria's op thuis bezocht of zo. Die zijn niet open om 10 uur. Voor de rest kun je er ook eigenlijk helemaal geen fuck. Dus degene die mij heeft, die moet wel even creatief zijn en iets leuks verzinnen. Want je hebt niet echt veel keus. Ik heb aangegeven dat ik mijn ontbijt om 10 uur wou. Dat is wel netjes Nederlands, wou. Maar het is 10 uur en ik zit hier nog voorlopig met, niks. Helemaal niks. Dus, ik wacht, ik heb honger. Good morning. Goedemorgen, ik zit hier al, op kantoor. Je vraagt je misschien af, Milo, waarom? Heel simpel, omdat ik een super harde werker ben. En, ik gewoon wel mijn werk doe, terwijl de rest nog thuis chillt. Moving like the speed of sound. Alleen ik ben er. Ik ben hier al de hele ochtend en ik ga hier dus ook ontbijten. Ik krijg het zo meteen binnen en ik heb wel echt oprecht even zin dat het gewoon iets normaals is. Want ik weet alweer, er zijn een paar mensen die gaan sowieso gunnen, maar er zijn een paar mensen die gaan sowieso iets fucking kuts geven. Ik wil gewoon even normaal ontbijten, even lekker een toastietje of zo. Maar het wordt sowieso kut, dat weet ik nu al. Daar heb ik echt geen zin in. En daar zijn we weer. Ik krijg over een paar minuten binnen. Dan is het 10 uur. Wat ik moet eten. Klein gokje. Hond. Of sowieso iets van mijn kat. Sowieso kattenblokjes of zo. Of pils. Ik denk 1 van die 3. Want dan heb ik denk ik iedereen wel voorspeld. Zo origineel zijn ze allemaal niet. Ik heb een minuut nog. Tijd om eventjes een potje kaarten te spelen in het minuutje. Die overigens nog steeds te bestellen zijn op bankzitters.nl. Favoriete Robbie. Oh, daar heb je Milo. Hey, en Koen. Hey, dat ben ik. Leuk. Je krijgt een anoniem berichtje. Hey Raoul. Zoals we allemaal weten ben jij helemaal gek op je kat. En terecht. Wat een leuk beest. Ik voel hem al hangen. Ik heb een feitje voor je. Wist je dat katten het mega leuk vinden als hun baasje met hun ontbijt? Daarom, eet een boterham met kattenvoer als beleg. Kattenvoer mag je zelf uitkiezen. Maar het moet iets zijn wat je nu in huis hebt. Mocht je geen brood hebben, voldoet een cracker ook. Drinken, melk of water. Maar let op, dit moet uit de kattenbak als een kat gedronken worden. Op je knietjes lekker poesje van me. Leuk. Origineel trouwens. Had ik totaal niet verwacht. Wat vind je allemaal lekker? Kijk, ik heb hem gisteren wat zalmfilet gegeven. Dat vond hij heerlijk. Ik heb toast. Een beschuit dat al heel oud is. Ik haat mijn leven, echt. Ik haat mijn leven. Oh, oh. Nou, ik hoop dat dit het ergste is, want ik ga niet heel veel erger kunnen treffen dan beschuit met kattenvoer. A few moments later. Het leven is kut. Ja, het is gewoon water, maar... Bro, blijf van mijn Susanne Freek eruit af. Hey, daar heb je wel. Good morning. Dames en heren, wat een prachtige dag. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Op je muil, gauw. En vandaag wordt er dus heel de dag eten voor ons besteld. En zojuist is het bij mij bezorgd. En zo te zien heb ik een heel prettig. Oh mijn god. Oh mijn god. Ice coast van het frietkot. Nee. Het is 10 uur 's ochtends. Wat slaat dit nou op? Wat een kutdag. Ergens ook heel de dag bestelt dezelfde persoon eten voor je. Nou, had ik sowieso wel kunnen verwachten dat je alleen maar genaaid wordt. Want nu weet je het gewoon zeker. Want als iemand bij je ontbijtje naait, gaat hij ook naaien bij je lunch en je avondeten. Ik ben net wakker. Ik heb alleen maar ice coast. Ik ga van allemaal eentje eten. Welke Calippo vinden jullie lekkers? Laat het weten in de comments. Ik vind Cornetto's bijvoorbeeld. Dat vind ik echt overheen. Calippo vind ik altijd zo vies kartonnetje. En dan op het einde heb je zo van de natte zak nog onderin zitten. Ik weet niet, hou ik niet zo van. Hou er goed van. Ook wel een kut ontbijt eigenlijk om op video te eten. Want je moet dus elke keer zo lekker die dingen in je bek stoppen. Je weet wat Anton daar weer mee gaat doen natuurlijk. Hé, maar we kijken van de positieve kant. Het had nu ook -10 kunnen zijn en sneeuwen. Dat was een ijskoude kut geweest. Maar het is gewoon lekker weer. Het was vandaag 19 graden. Ik heb helemaal geen drinken gekregen. Normaal ontbijten gewoon met een lekker bakje koffie of thee. Maar ik heb dus ook niks te drinken gekregen. Nou, terwijl dat ik nog even geniet van dit half gesmolten raketje, ben ik wel benieuwd hoe het gaat bij de rest. Wat zij als ontbijt hebben gekregen. Ik zeg jullie gelijk, ik ben bang. En zij zeggen, hoe vies kan het zijn? Nou, ik ben zo... ongelooflijk bang dat ik 50 donuts krijg. We hebben natuurlijk tijdens de video YouTube zelfs eten, kregen we €200 aan donuts. Oh nee. Niet echt lekker ontbijt. Oh, weet je wel waar het van is, ja. Ik wil dat niet. Ik heb daar echt geen zin in. Het is ook gezeik om weg te gooien. Enorme food waste, wat ik heel belangrijk vind. In ieder geval, mijn eerste eten, mijn ontbijt staat nu voor de deur. Voor de deur. Ben je tafeltennis of zo? Ik ben benieuwd, ze hebben het voor de deur neergezet. Hij vroeg wel van op welke naam is het besteld. Ik dacht, oh jee. Normaal gesproken vragen ze dat niet. Dus helemaal van hier. Normaal zeggen ze helemaal niks. Nou, ik ga maar even kijken wat het is. Yeah. Ik heb geen idee hoe je het kunt zien. Oh, ik ben geblest, ouwe. Oeh, dit is toch zalig. Ik snap nu ook waarom ze vroegen voor wie het was. Oh, ik ben echt blij. Ik ga genaaid worden. Dat ook flat trail was geweest. Maar, oh mijn god. Kijk.
Dit is gewoon een fles champagne. Lekker voor eten. Een soort English breakfast lijkt het wel. Dit is bizar. En lekker croissantje met zalm. En wendel deze met spek en banaan. Nou, echt, degene die dit voor mij gegeven heeft, echt heerlijk. 100 euro ontbijt. Nou, jongen, ik ga genieten. Moet je zien. Oh, dit is toch bizar lekker. Ik ben zo blij. Inmiddels heb ik doorgekregen wat ik moet doen. Diegene is niet echt creatief geweest. Of hij is niet op de hoogte van de situatie. Want ik moet bestellen bij het slechtst beoordeelde thuisbezorgd restaurant in de buurt. Ja, er is niks open hier. Dit is sowieso Koen of zo die geen idee heeft hoe mijn leven eruit ziet en waar ik woon. Iemand met desinteresse in de mens, weet je wel. Dat moet Koen wel zijn. Oh ja, één pizzeria is helemaal dicht. De andere gaat om 4 uur open. Nou, dat wordt lekker thuiswerken vandaag dan, denk ik. Oké, 3 kwartier later. Er is hier gewoon niks open. In een straal van 150 kilometer. Dat is heel gek, want ik woon nog steeds in de provincie Utrecht. En toch zo afgelegen. Dus ja, ik eet niks voor ontbijt vandaag. Bedankt. Godzakken, Jezus, man. Ken je het gevoel dat je droom niet uitkomt? Ik ben het doelbewust genaaid hier. Godzakken zeg. Ben je puur bedrog met dieren? Ja. Hey, ik heb bericht over mijn ontbijt, man. What the fuck. Beste Milo, als leukste en jongste bankzitter krijg jij een passend ontbijt. Er staat een ultieme brunch cocktail met wat lekkers op de bovenste plank van de bovenste koelkast. What the fuck? Ja, maar dit wordt sowieso kloten, man. Dat weet je nu al. Ik word genakt. Hier heb ik dus geen zin in. Kijk, hier was ik al bang voor. Zo'n cocktail. Een ultieme brunch cocktail. Auwes, auwes, auwes. Dat wordt sowieso grote tyfuszooi. Oh nee, ik durf niet, broer. Ik durf niet. Het is sowieso een of andere dikke tonijn cocktail met vieze anussap en spetterpoep erin. Oh nee. Dit is het niet. Ofwel. Is dit het? Is dit het gewoon? Is dit de combinatie? Dat zou fucking lekker zijn. Hey, Creators of Sea Champagne, Mango Sap en Dreumes Biscuit. Nalambata in de lucht. Hey, degene die dit heeft bedacht voor mij heeft een enge blessing gegooid, man. Heerlijk. Ik ga het even mee naar beneden nemen. Let's go. Oké, mensen. Ik heb hier alles staan. Inmiddels zijn alle andere mongooltjes ook aangekomen. Hey, Anton. Sukkel. Hey, dikke sukkel. Ik ben even hier het mazoulet aan het loshalen om vervolgens een keurige sabruis te kunnen uitvoeren. Sabreren kan je leren. Ah! Nu gaan we even dit zo schenken. En nu flikker ik dit erbij. Koelbesje. Ik denk dat dit best wel een HDP gaat worden hoor. Best wel een hele pilly gewoon. Kijk, daar zul je ze hebben. Dat haal je hem toevallig. En wat ideaal is aan deze ding, je kan deze gebruiken voor het roeren van je cocktail. Ja, gadverdamme. dit is niet lekker. Ik had het niet verwacht, maar die champagne en die koelbes, dat is niet lekker samen. Dat is een hele rare zuurige drap komt eruit. Ja. Dat zei je moeder niet vannacht toen ik bij haar lag. Ja, de biscuitje is wel lekker. Ook bloed. Ahaha, tyfus ouwens. Nou, ik doe het flikker er gewoon allemaal in. Ik doe het gewoon zo en dan dit beuk ik even weg, mensen. Doei. Om een ontbijt af te sluiten, toch nog even die vriezer in duiken. Sla met ijsje gewoon even over. Duik ik ook een hectenvriezer in. Dat zie ik idee. Gaan we nog even genieten van deze heerlijke cornetto. Dan ben ik goed gevuld voor de dag. Lekker die chocola zo. Twee happen. Is al het chocolade vanaf. Nou, vanaf hier smaakt het gewoon niet meer. Dat koekje, dat is al helemaal drama. Koude cornetto. Overrated. Dat was het voor het ontbijt. Nu al zin in de lunch. Degene die mij heeft, shout out. Hartstikke idee. Auw. Weet je een taaie croissant? Wat een taaie croissant, what the fuck? Waarom is het zo taai? Jongen. Ik hoop dus echt dat ik voor lunch ook zoiets krijg. Dat zou echt fucking lekker zijn. De enige die zoiets aan zouden kunnen doen, zouden of Raoul of Milo zijn, denk ik. Rob zou me sowieso naaien, die zou het sowieso niet doen. En Matt kan ik ook niet voorstellen dat hij me dit zou geven. Heerlijk fles champagne, hè? 75 euro voor dit lekkere flesje. Godverdomme. Mijn ontbijt was verrukkelijk. Dit wordt mijn dag. Op naar kantoor. Nou, de lunch. Ik denk dat ik moet beginnen, want ik zie hier weer zo'n koeltas staan. Cool. Als je ijs gaat dan vanmorgen? Als ontbijt, ja. Was ik echt keihard geïced. Misschien word ik vanavond nog geïced. In het restaurant. Degene die mee heeft, dus misschien een leuke grap. Ja. Moet je niet eerst de brief voorlezen? Lieve Rob, zoals wijsman Nielsen ooit al zei. Het is ijskoud. Legendarische woorden waar jij aan je pols zo te zien ook naar bent gaan leven. Nee, helemaal niet. Heb je een nieuwe horloge? Ik heb die horloge al 4 jaar. Man. Omdat je waarschijnlijk nog vol zit van je uitgebreide ontbijt, hoef je maar 1 van deze 3 items te nuttigen. Je mag zelf kiezen welke, maar hij moet wel op. Nou, hebben we hier de eerste zak. Oh, dit is wel best wel goed. Oh, dat is best wel lekker. Ik dacht, ik krijg 3 keer zoiets. Ben en Jerry. Maar dat zie ik er nog niet. Nee.
Ik heb het nog gescheiden. Die moet sowieso, want dat zijn spelregels van het ijzer. Ja. Ik mocht één van deze drie items kiezen, ik kies deze. Lafaat! Mag ik, want ik weet ook niet precies wat ik heb. Oké, pak dat maar. Oeh, nou, wat zal het zijn? Lieve Raoul, hopelijk heb je genoten van je ontbijt. Ik kan me wel voorstellen dat het een beetje weinig was. Geniet daarom van je bestelling, dit is zeker niet te weinig. Kusjes Milo, kut, nu verklap ik mezelf. PS, ik word vader. Ja, dat is zo. Gefeliciteerd, man. Dit is even 100% van Rob. Kijk, dit is 100% van jou. Huh? What the fuck? Oh, jij hebt gewoon het hele... Holy shit. Oh, weer dat hele panische... Lekker op dat hele... Oh, personeel, wie wil een donut? Mag niet. Stoer. Je hebt weer het hele menu. Laat even alles zien wat je hebt. Heb ik het hele menu? Ja, dat denk ik. Ja, ik heb wel gebeld. Toen je belde, zei ik... Hé, maar kijk, stel, ik zou dit koekje van jou willen. Dat mag dus niet. Welk koekje? Ik heb helemaal geen koekje gezien. Leuk. Ik heb dus op die Dreumes biscuits heb ik nog niks vast gehad. Dreumes biscuits? Ja, die had ik vanochtend. Ja, leuk doen. Alsof jij dat nog niet weet, jongen. Dreumes, die moest in je champagne, zei je. Ja, precies. Dus er werd één grote drap. Dus ik heb eigenlijk nog helemaal niks vast gehad. Beste Milo, deze had je nog te goed. Groeten anoniempje. What the fuck is dit? Oh, die is lekker zeg. Het is een Pokémon. What the fuck is dit? Butcha. Kombucha. Ginger lime lee. Layoff. Liever vegan met avocado staat erbij. Nee, geen bestek graag. What the fuck is dit? Hoezo heb ik dit nog te goed? Ik weet het niet. Het is falafel. Gadverdamme. Falafel. Mijn reet. Ik ga even deze brief lezen. Voor de mensen die zich afvragen waar Koen is. Hij was 1 uur te laat vandaag. Dus dat was net te veel. Normaal een half uurtje, daar komt hij er nog wel mee weg. Goed, ik ben aan het workout. Er staat erop. Oh, je hebt een workout. Ah, wat lekker. Een hele gezonde workout, man. Kijk eens even, tomaatjes. Ja, Mix. Kijk eens even hier, kalkoenfilet. Kipfilet gerookt. Een paf geroken. Godverdomme, 5 pakken skeer, man. Oh, wat is dit? Verse hummus. Ik heb hier wel zin in. Volkoren crackers. Nou, bedankt, Roel. Leuk. Eet jij die komkommer met schil? Ja, hier. Nee, appel met schil, hè, die pauperdaad. Ja, ik heb een... Dankjewel. En die dit voor mij heeft besteld, Roel, typisch leider. Jij hebt echt weer bedacht wat zou Milo het alle kuts vinden van die microbiotische vegan griettooi. Waarom zie je het eruit als poep? Navelstreng. En een andere... Op de grill. Placenta in mijn backstop. Heerlijk. Zou jij de navelstreng van je eigen kind zelf doorknippen? Of zou je daar de man voor zijn? Ik ben een echte man. Haal dit weg. Kun je als je kind aan de navelstreng zit een soort yo-yo gebruiken? Tuurlijk. Of een diabolo. Zou je een diabolo kunnen doen met de urn van je kat? Een rolskat. Moet die eerst dood. Dat is echt een kat. Dat hij hem toevallig. Normaal word ik altijd genaaid in deze video's. Maar vandaag... Kijk, altijd genaaid. Dit is zo'n bullshit. Hoor, hoor je niet. Er ligt een brief voor je klaar, jongen. Oh, laat ik die even voorlezen. Koen van Hees, zonder thee. Toen ik je leerde kennen was je verliefd op een Chinees. Oké. Dat is inmiddels best lang geleden. En toen je 12 was je besneden. Daarom word je bij deze wederom geblest. En je mag absoluut niet delen met de rest. Dit is toch zo zalig. Een superfly. En een chocoladetaart. Oi, 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 oi. Wat word ik geblest, jongen. Oh, dit vind ik zo lekker! Hey, wil je een stukje? Oh nee, er staat dat het niet mag. Stoer. Ik ga jou een aanbod doen wat je niet kan afsnijden, Roel. Klein stukje bloemkool voor al die donuts. Jouw kennende? Nee. Ik wil even wat wild, mijn taart. Dit is lekker. Er zit gewoon een soort van roomsoes op. Het is echt een roomsoes. Romig. Wist je dat ik ontgroen ben door... Giovanni van Bronckhorst. Ik ben ontgroend op mijn tante. Ik ben nog steeds niet ontgroend. Ik kan jullie allemaal taart geven, hartstikke lekker. En er zit geen drinken bij, ik mag gewoon even water pakken. Nee, nee, ik heb wilde dat ook nog niks. Nee. Ja, zal ik die andere taart ook nog even testen? Volgende taart. Oei. Dat is een soort van krap op kruimel. Ik zou zeggen, gewoon met je hoofd erin. Misschien moet je hem eten als een soort persoon. Ja. Vind ik niet. Nee. Je zit hier weer met de dern op het volk neer te kijken. Die kijkt weer met de dern op het volk neer. Ze hebben dat Milo van op de janken, terwijl die echt de meest voedzame maaltijd van ja, maar ik snap dat jij dit het allerliefst had gehad. Ja, maar het is helemaal niet maar lekker. Maar eet alleen maar suiker! Ja, dat is toch zalig! Nou mensen, dit was onze lunch. Hebben jullie van genoten? Nee. Hebben we al enig idee wie elkaar heeft? Want nee, ik weet het al lang. Ik denk dat wat me heeft, ja of Milo, maar ik heb Milo, dus dan kan ik Milo niet hebben. Dus ik denk dat het nog waar is ook. Ik denk dat het zo erg bluft, ik denk dat Koen mij heeft. Ik zat ook te denken, iemand die weinig moeite doet, niet echt zin heeft, denkt ik moet iets grappigs verzinnen, ik ben niet grappig, ik koop maar elke ijs, dus ik denk ook Koen. Ja, ik hoor, ik ben niet grappig, dus dan kan ik het eigenlijk wel niet zijn. Ik ging gelijk over mijn kat, dus Milo heeft mij. Die is geobsedeerd door ik mijn kat. Ik zou wel dingen willen doen. Roel heeft mij 100%. Op na het avondeten. Oeh, serieus! Leuke mensen, Mario Meme. Echt niet leuk, Mario Meme. Ik wist niet dat jij een deal had met Lego. Roel en Lieke gewoon met Lego van. But if you close your eyes, does it
lachen. Komt u maar, handen terug. Oké. Tja, het ziet er niet heel fris uit. Ik wil gewoon de volk niet in de ogen kijken, dus ik doe even een zonnebril op. We are speaking, ja? Yeah? Mensen, we gaan dus nu eten in een restaurant. Dus een soort van Uiken niet vreedschoen met 100.000 verschillende dingen. Dus kunnen we lekker eten voor elkaar kiezen. Kijk, een rode loper is voor ons uitgelegd. Ze hebben dezelfde huisstijl als de Xenos, man. Ja, win. Nee, ik wil die zure mat. Kut. Nee, niet die bril. Ja, zure mat. Ja. Ja. Wat een skill. Nee, dat heb je helemaal niet degene voor jou bepaald. Jij mag eten. Volk. Oh ja. Ja. Nou, die ziek, ouwe. Hij dodged hem, jongen. Hey. Ik heb dus een probleem. Ja. Nou, leuk, kom we gaan. Ja, we toch wel even zitten. Wij gaan naar een restaurant toe. Restaurant, mag geen naam hebben. Ja, kun je niet. Je kunt hier alles kiezen en toch heb jij kennelijk stiekem nog iets besteld. Ik wil geen reclame maken, maar je kan hier wel voor €40 onbeperkt eten en drinken, inclusief bier. Heel interessant. Nee, ik dacht dus van, ik kan wel gewoon in een restaurant halen, maar ik dacht, saai. Dus ik heb wat besteld. Maar zullen we het eerst pakken? Of zullen we eerst de foto gaan met de mensen die in de ding staan? Pak het maar eerst. Oké. Ik heb dus... Diepvries vissticks. Ik heb voor één... Wie denk dat dit voor diegene is? Ik zou het wel lekker vinden. Dat is het, ik hoop het wel. Ja, dit is voor Roel. Het is dat ik de hele tijd ijs krijg, maar eigenlijk liefst zou ik het willen hebben. Maar ik denk dat het voor Milo is. Het is voor... Roel. Ja. Ja, ik had nou Roel. Maar jij hebt dan dus vanochtend die kattenbroodje laten eten. Ja, mooi. Dan ga je dan nu ook maar iets uitzoeken? Ja. Let's go. Maar hij is dus niet een mol. Ik heb al de let's go gemaakt. Jij zegt elke keer je moet meer storytelling en dan ga je zelf elke keer door. Dat nooit, hè. Eén keer let's go. Let's go. Maar jij komt dus het water. We hebben allemaal onze gerechtjes uitgezocht tussen alle food corners die ze hier hebben. Milo, kom maar door. Ik heb dus echt authentieke keukens gecombineerd met ijs voor jou. Franse stokbrood, een tacootje ijs. Dit is toch heerlijk? Maar ik vind het wel fijn dat ik niet alleen maar ijs heb gekregen vandaag. Ik wist dat je ook ergens anders van hield. Ik heb ook voor jou, hoe zit je ijs? Hoe zit je ijs met spikkels? Want ik weet dat jij echt een liefhebber bent. En je blijft in het thema van de dag. Ijskoos. Ga je daar niet op te wachten? Ik heb heel de dag nog niks binnen. Nou jongen, eet smakelijk. Ik ga zitten. Maar jij bent dus overtuigd dat Roel jou heeft. Lekker een klomp met mij, joh. Hatsa. Oh, 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 oh. En dit gaat op, dit is eend. Ja, tuurlijk gaat dat op. En mais. Een sluspuppetje zie ik. Lekker omdat fris, je, lekker fris. Omdat je vanmiddag je grenzen hebt gelegd en je houdt erover door vegan te eten. Ik heb zelf heb ik even dit nu die opleg van mijn bord. Maar het komt uit een Mac zakje, een McDonald's zakje komt het uit. Jongens, die frietjes hebben ze hier niet, hoor. Die hebben ze hier helemaal niet. Man, kijk, vanochtend heb ik je natuurlijk al genaaid. Ik wist niet helemaal of er een thuisbezorgd restaurant. Je had ook crisis kunnen doen. Hij mocht vanochtend van het dichtstbijzijnde thuisbezorgd restaurant iets bestellen. Uh-huh. En ik had gisteren even gekeken, er was geen thuisbezorgd restaurant. Ja, toen zei ik, er is iemand die zich niet verdiend heeft in mij. Het zou Koen wel zijn waarschijnlijk. Nee, maar ik heb het dus wel verdiend. Okay. Ik heb het juist wel verdiend. Shout out, maar echt blij dat je verdiend hebt. En toen vanmiddag heb je natuurlijk lekker lopen workout. En nu weet ik, er is één ding waar je van houdt. Dus dit is echt dit is jouw lievelings. Ik heb alle toetjes die ik kon vinden. Hupsa! Er is nog één iemand over. Ik ben Koegroep, ik ben een blesser, ik ben aardig voor mijn vrienden. En ik ben je hebt dan niet weer wat goeds. Ja. Ik ben gaan voor iets wat je totaal niet verwacht. De haute cuisine. Oh, de haute cuisine. Het beste stukje wagyu wat er is op de wereld, hadden ze hier gewoon liggen. De saus is zo gestreept, dat doen ze altijd. Nee. En de rest is tataar. Mat, jij hebt mij vandaag zo ongelooflijk aan geblesst. En rimmen? En man, even knuffel. Van echte vrienden. Die heb je niet voor even. Rimmen? Eet even dat ijs op, dat is leuk. Ik vind ijs helemaal niet lekker. Ik vind het stroefies. Willen jullie iets lekkers zien? Zo. Die smaakt smakelijk uit, hè? Dat komt helemaal uit Amerika. Mensen, ik denk dat dit een van mijn favoriete bangsters die ooit is. Mensen, jullie willen waarschijnlijk een kutvideo, maar het had ook een quiz kunnen zijn, dus hou gewoon je bek. De spieren zitten nog vast. We hebben toen geleerd toen en niemand heeft de video gezien trouwens. Het is toch wel een van de beste concepten, man. De stichting op pad. Lekker oestertje. Een ijskoud oestertje. Als je niet lekker vindt, dan moet je het wel kijken zeggen. Oh, dit is vies. Ik ben klaar met mijn eten, dus ik ga even aan mijn drinken beginnen. Deze man die zegt dat hij zijn drumskoekjes moest mixen met zijn ding. Daar staat helemaal niet bij. In de koelkast een lekkere, een rijkelijke cocktail en iets lekkers. Oh. Mensen, je ziet maar weer, je krijgt er ruzie van dit soort dingen. Dames en heren, abonneer en tot de volgende keer. Doei!